mag dus een bestelling plaatsen op de website van Action. Oeh, het is goed warm hoor. Hij stelt mega snel. Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En vandaag zit ik hier bij mijn laptop, want... Heel erg leuk, maar ik mag dus een bestelling plaatsen op de website van Action. En het is vrij nieuw. Ik heb het nog niet eerder gedaan, dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Normaal gesproken gebruikte ik dus hun website om de weekacties te bekijken of de nieuwe producten te bekijken. Natuurlijk ook voor de click-and-collect functie, maar nu hebben ze dus ook een kopje met webshop. En vandaag ga ik het helemaal bekijken hoe het werkt. Dus vandaag ga ik een stijltuin bestellen. Ik zag dat ze dat hebben in de webshop nu. En zoals we van Action gewend zijn, is het natuurlijk een hele wisselende assortiment. Dus je moet er wel snel bij zijn, mocht je iets op het oog hebben. In ieder geval ben je benieuwd naar de video. Blijf dan gezellig even kijken. Doe je duimpje omhoog. En abonneer je ook zeker op het YouTube kanaal van Action Nederland. Want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. Oké, ik heb hier de website voor me. En eigenlijk zie ik al meteen nieuwe online deals. Dus hier kan ik al tussen scrollen. Even kijken. Dan hebben we de weekacties natuurlijk. Wat we al gewend zijn. Wat hebben we nog meer? Nou, maakt ook eigenlijk allemaal niet uit. Ik word natuurlijk meteen afgeleid. Ik wil al naar nieuwe producten gaan en de weekacties. Maar we gaan naar kopje webshop. En je ziet hem heel duidelijk. Hij is helemaal oranje gemarkeerd. Oké, we gaan erheen. En even kijken. Oh mijn god, dit is echt de eerste keer dat ik er naar kijk. Ik zie dus dat er elke week nieuwe online deals komen. Gemakkelijk thuisbezorgd. Laat je weken eens verrassen door onze online deals. Je hebt nog 5 dagen en 20 uur. Luxe bamboe wasmand. Oh, er zijn, ik denk ook dat het soort van grotere dingen zijn die je dus niet zo snel in de winkel zou zien. Even kijken, opvouwen of wagen. Nou, ik ga stuk. Een videodeurbel. Familiezwemmen. Ja, dat zijn wel van die grote dingen. Maar ik ben natuurlijk op zoek naar een stijltank. Want ik heb hem al stiekem een keer gezien. En dit is hem. Deal is dus alleen online te verkrijgen. En het is de Babyliss Creative Gold stijltank. En het kost €19,95. Dus voor een stijltank echt heel erg goed geprijsd. Babyliss is ook echt best wel een goed merk voor een stijltank. En het is op voorraad. Je kan met iDeal betalen of creditcard. Makkelijk thuisbezorgd binnen 3 tot 5 dagen. Geleverd met PostNL of DPD voor €3,99. En 14 dagen bedenktijd. Nou ja, ik hoef natuurlijk... Sorry, je hoeft natuurlijk de hele tijd mijn nagels. Nou ja, in ieder geval. Ik heb mijn keuze al lang gemaakt. Ik wil graag deze stijltang hebben. En ik wil hem ook graag uitproberen in deze video. Dus ik ga hem gewoon lekker bestellen. Plaats in winkelwagen. En dit is hoe de winkelwagen er dan uitziet. Dan kom ik in totaal uit op €23,94 samen met de bezorgkosten. Dan gaan we bestellen. En hier kan ik nu al mijn gegevens invoeren. Bank kiezen. Je kan ook met creditcard betalen, zie ik. Dus ik ga dit zo meteen even allemaal invullen. En als je me zo meteen ziet, dan heb ik hem al binnen. Alrighty, ik heb hem hier, pakketje. Ik heb even de sticker erop gehaald. Deze heb ik gisteren binnengekregen. Ik heb hem op donderdag besteld en op dinsdag is het binnengekomen. Dus vrij snelle levering, want er zat ook een weekend tussen. Dit is hoe het binnenkwam en we gaan hem even openmaken. Tadaa! Oh, heeft hij nog een printje? Zie je dat? Het lijkt alsof het een printje heeft hier. Alright. Oh nee, er zit wel een soort van een printje op. Oké, en dit is hoe die eruit ziet. Eigenlijk gewoon een hele mooie, ook wel gewoon een simpele stijltang. Ik zie hier een aanknop. Hier hebben we de draad. Hij staat op 230 graden, dus dat is vrij hoog. En je kan hem niet lager doen dan dat. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. En het is een maatje S. Oh, trouwens, dit zat er ook nog bij. Wat is het? Een soort van... Oh, we hebben een boekje. We hebben een boekje. Nou,
Nou, geen idee wat het is. Maar waarschijnlijk is het gewoon om het te beschermen. Of om het zo neer te leggen. Zodat je het niet beschadigt. Dat denk ik namelijk. Als die gewoon warm is, dat je hem wel gewoon ergens op kan leggen om dus je tafel te beschermen. Ga ik maar vanuit en daar ga ik dan vandaag ook even voor gebruiken. Maar goed, ik ga hem nu even in een stopcontact doen en dan kom ik zo weer terug. Oké, ik heb hem in een stopcontact en ik moet even dichterbij komen, want de draad is niet zo heel lang en mijn stopcontact is niet op een hele handige plek wat dat betreft. Maar goed, ik zet hem even aan en dan gaat het lampje branden en dan wordt hij zo warm. Dit is hoe mijn haar eruit ziet als ik het dus gewassen heb en gefeund. Ik heb een paar laagjes hier, vandaar dat het toch semi-krult hier. Of tenminste, ik kan dit echt geen krul noemen. Maar als ik het gefeund heb, dan doe ik mijn haar altijd zo achter de oren. En als ik het dan vandaan haal, dan heb ik een soort van één golfje in mijn haar. Nou, fun fact, vroeger kwam ik echt de deur niet uit als ik mijn haar niet had gesteld. En tegenwoordig vind ik het eigenlijk beide leuk en stel ik het bijna nooit meer. Meestal op de tweede dag of zo. Dus ik ben eigenlijk best wel excited hoe het nu eruit zou zien. Ook omdat ik een beetje roze in mijn haar heb. Nou ja, vrij stijl haar van mezelf dus. Maar het is zo grappig. Want vroeger vond ik dit echt niet om aan te gluren. Oké, er komt echt wel heel veel hitte van af. En het lampje knippert ook niet meer. Dus ik ga ervan uit dat hij gewoon warm is. Oh, dat ging echt heel snel. Alrighty. Ik begin eigenlijk altijd aan de onderkant for some reason. Dus dat ga ik nu ook even doen. En wat ik voornamelijk fijn vond aan mijn haarstijlen, is dat ik dus die pluis kon weghalen. Want ook de pluis stijl je natuurlijk gewoon. Oeh, het is goed warm hoor. Soms heb ik dan mijn haar wel weer gestyled. Voor mijn gevoel oogt het haar dan langer, maar ook dus gezonder. Ik heb best wel droog haar van mezelf namelijk. En ook best wel veel pluis. Ik probeer daar niet echt op te letten. En ik heb gewoon niet zo heel veel verstand van haar. Maar altijd als ik het gestyled heb, dan denk ik, oh ja, dit ziet er echt best wel gezond uit. Dus dit is mijn gestelde kant versus niet gestelde kant. Hij stelt mega snel, waarschijnlijk ook gewoon door hoe warm het is. Maar mijn haar is ook natuurlijk niet heel moeilijk wat dat betreft. Maar hij doet het echt heel snel. Het ziet er echt mooi en shiny uit. En dan ga ik nu even de andere kant doen. Nou, helemaal gesteld dat haar van mij. Ik vind het toch even iets langer ogen of zo. Het is best wel een klein verschil bij mij. Maar toch. En door die kortere plukjes, altijd als ik mijn haar gesteld heb, heb ik heel erg de neiging om dit te doen. Om het echt zo achter mijn oren te doen. Snap je wat ik bedoel? Dus dit is mijn look van vandaag. Ik vond het echt een hele fijne stelting in gebruik. Hij wordt echt heel erg heet. Heel snel heel heet. Dus hij stelt ook super snel. Het is zo'n klein handig formaatje. Denk ook wel handig om mee te nemen op reis. En nou ja, jullie hebben zelf kunnen zien hoe het te werk gaat. Dus het werkt gewoon easy peasy lemon squeezy. En de webshop. Oh mijn god, toen ik dat pakketje van de Action binnenkreeg. Ik wist niet wat me overkwam. Dat heb ik natuurlijk nog nooit eerder meegemaakt. Dus dat vond ik ook heel erg leuk om uit te proberen. Leuk dat ze elke week een nieuw klein assortimentje hebben voor online. Want dan hoef je ook niet per se naar de winkel om voor zoiets te gaan. De meeste dingen zijn toch aan de grote kant. Nou ja, dit is dan natuurlijk niet heel groot. Maar de rest van de dingen die ik had gezien zijn toch wel dingen aan de grote kant. Dus heel fijn dat je dat gewoon thuis geleverd kan krijgen. Dus ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Ik hoop echt dat Action nog veel meer online gaat zetten in de webshop. Maar het blijft natuurlijk altijd super leuk om naar de echte Action winkel te gaan voor de aankopen. Vind ik in ieder geval wel. Maar dit vond ik ook heel erg leuk om mee te maken. Dus hopelijk vonden jullie mijn review en mijn shopsessie ook leuk. En dan wil ik jullie nu heel erg bedanken voor het kijken, jongens. Vergeet niet om te abonneren op dit kanaal, want dan mis je geen enkele upload. Laat ook even zeker bij de reacties weten of jij al gebruik hebt gemaakt van de webshop en wat jij ervan vindt. En dan wil ik jullie nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!